Een hele goede morgen en welkom terug op de Finca vanuit de slaapkamer wel te verstaan. Mijn naam is Marcel en achter me zien jullie Aline. Wij zijn naar Zuid-Spanje geëmigreerd waar wij een off-grid Finca aan het opknappen, renoveren zijn. En daar maken wij meerdere vlogs per week over. Dat gaat over het opknappen van onze Finca en eigenlijk een beetje alles daaromheen van ons leven hier. Voor de mensen die ons al kennen, welkom terug. Zoals jullie weten, wij zijn op het moment de slaapkamer aan het afmaken. Hè. We hebben hier natuurlijk al een poosje geslapen. Nou, ondertussen de laatste loodjes. En dat betekent eigenlijk nog de vloer. En het luik daar in de hoek. Ik heb natuurlijk de kast ondertussen betegeld. Ik heb de voegen schoongekrapt, heb hem schoongemaakt. Dus ik ga vandaag voegen. Het is een beetje donker, maar ik zal even kijken of ik voor jullie... of ik voor jullie... een beeld kan maken daarvan. Even kijken, proberen te draaien. Nogmaals, het is een beetje donker, maar zoals jullie zien, het is eigenlijk wel keurig geworden. Ik ben er eigenlijk, best wel heel content mee. Ik denk, wat loopt hier aan, maar het ligt hier nogal vol met spullen. Dus dan ga ik jullie nog een keer draaien, want Aline is vandaag ook vrij. Het is vandaag 1 mei, dus extra vrije dag. Ik ga even de microfoon aangeven, ik hoop dat het goed gegaan is. Het is vandaag inderdaad een extra vrije dag. Het is natuurlijk 1 mei en dat is de dag van de arbeid. En in heel veel landen kennen we dat, maar in Nederland niet. Maar gelukkig zitten we in Spanje en heb ik een extra dag vrij. Wat ik vandaag ga doen, jullie hebben al gezien dat ik het luik natuurlijk geschilderd heb. En ik moet hem nog een keer schilderen, want hij is niet helemaal gedekt. En daarvoor dan werken we naar beneden, want we hebben daar nog verschillende muren die we dus nog niet geschilderd hebben. We gaan daar naar de kast toe. En dat ga ik ook meteen meepakken met schilderen. Ik heb toch de kwast in de hand. Dus dat gaan we vandaag doen. Ja, dat gaan we dus inderdaad, dat gaan we inderdaad vandaag doen. En jullie zullen wel gemerkt hebben, we hebben natuurlijk de laatste paar weken wat onregelmatige filmpjes gepost. Hè. Normaal altijd 2 in de week en de laatste tijd maar 1 of zelfs een keer helemaal niet. Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we best wel druk zijn met allerlei dingen om het verbouwen heen. Bijvoorbeeld mijn rijbewijs, die moet omgeruild worden voor een Spaans rijbewijs. En daar ben ik ondertussen druk mee bezig geweest. Ik ben daarvoor naar Malaga geweest. En als straks alles binnen is en geregeld is, dan ga ik daar ook nog even een stukje aan wijden voor de mensen die... dat ook nog niet gedaan hebben en dat nog willen doen hier in Spanje. Maar dan wil ik eerst eigenlijk mijn rijbewijs binnen hebben. Dus dan kan ik jullie ook de goede informatie geven. Kijk, ik kan wel van alles gaan vertellen, maar als het nog niet klopt, dan heb je er niks aan. Dus dat wordt nog even vervolgd. Maar dat zijn allemaal van die dingen waar we gewoon niet bij kunnen filmen of bij willen filmen. Dus we hebben een hoop van die dingen eromheen gehad. En ik hoop dat we de aankomende weken weer lekker kunnen gaan, lekker kunnen gaan klussen en video's maken. Dus die mededeling daarbij. Dan gaan we nu weer snel aan de gang. Nou, zoals jullie zien is de deur is wit. Hè? Ik heb meteen de muur heb ik nog een keer meegenomen. We hebben natuurlijk heel veel heen en weer gelopen. En dan pak je ook in de muur vast met zwarte handen. Dus onze witte muur was zwart, maar nu is die weer wit. We gaan meteen even bij Marcel kijken hoe ver die is. Die is natuurlijk druk bezig in de kast. En we gaan eens even bij hem kijken. Zo, nou, welkom in de kast. Ik zit weer in de kast. Zoals jullie zien, hij is bijna gevoegd. Die kant begint hij al op te drogen. Die kant heb ik al de eerste keer schoongemaakt.
Dus ik ga hier het laatste stukje schoonmaken. Dan moet hij weer even aantrekken. En dan gaan we met een droge doek napoetsen. En dan is het eerste stukje van de kast gereed. En dan gaan we verder tegelen in de slaapkamer. Hè? Zo, en daar zijn we weer. Terug in de slaapkamer. Hè? We gaan vandaag het begin maken met de vloer van de slaapkamer zelf. Gisteren het laatste afgemaakt in de kast. Die is ondertussen helemaal gevoegd en helemaal klaar. Dus verder met de slaapkamer. Ik heb ondertussen een vers emmertje lijm gemaakt. Die staat even op te stijven. En ik heb de strepen weer op de vloer staan. Om een beginnetje te kunnen maken. Hè? Ja. Officieel is het in het midden van het midden beginnen. Ga ik deze keer niet doen. Ik heb de kast al wel zo uitgemeten dat ik met mijn voegen overheen kom. Dus dat is wel net zo mooi als dat doorloopt de kast in. Maar dit is eigenlijk de enige rechte muur of het rechte punt wat we hier hebben. Want alle muren staan door de haak heen. Er is niks recht, niks haak, zoals jullie weten. En het bed staat mee met deze muur. De andere kant. Hier achter mij, is ook helemaal niks rechts aan. Dus daar komt het bed overheen, nachtkastjes overheen. Wat voor zaagrand daar komt, maakt niet zo heel veel uit. Dit zijn de grootste delen die je ziet. En we proberen het toch optisch een klein beetje recht te houden, links en rechts. Wanneer doe je het goed? Wij hebben hiervoor gekozen. Dus ik ga de knielappen weer op doen en we gaan weer aan de gang.
Zo. Nou, nog steeds in de slaapkamer. Jullie zien het al. Maar ondertussen, achter mij, jullie zien het gebeuren. Aline die is klaar met werken. En nou ja, vandaag doen we ook kussens tegel zetten. Niet dat ik het zo goed kan, maar... Ik heb het nog nooit gedaan. Nee, Aline heeft het nog nooit gedaan. En Aline wil het ook graag eens doen. Dus nou, bij deze, de première. Nou, ik heb een paar tegels gelegd. Ik had overal lijm zitten en dat één grote chaos. Ik ben niet zo geschikt voor tegels leggen. Dus ik laat dat lekker over aan Marcel. En die is ondertussen alweer weer lekker aan de gang. We'll be right back.
Zo, nou, en dan zijn we weer terug op normale snelheid, hè, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat jullie de timelapse leuk vonden. Ik bedoel, op een gegeven moment hebben we allemaal wel genoeg gezien van het tegel zetten. En ja, deze week staat helaas in het teken van het tegel zetten. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb deze kamer nou ja, bijna klaar, zoals jullie zien. Maar het achterste hoekje, dat moet ik nog gaan doen. En dan kunnen we ook het laatste gaan afwerken. Dus dat wil zeggen de laatste stopcontacten erin. Nou ja, natuurlijk de vloer schoonmaken, uitkrabben, weer voegen. Alles wat ik er weer onder gesmeerd heb, weer netjes wit maken en schoonmaken. En dan nou ja, is eigenlijk de slaapkamer op de deur na helemaal klaar. Wat we daarmee gaan doen, dat zien jullie binnenkort. Maar daar hebben we op het moment de spullen nog niet voor. Dus daar moeten we de goede spullen nog voor zien te bemachtigen. En als we die hebben, kunnen we de deuren ook afmaken. En dan is eigenlijk de hele slaapkamer ja, klaar, hè? Dus in de finca zelf is dan de eerste ruimte helemaal klaar. We gaan dan doorwerken naar beneden toe. We gaan het laatste stukje bij de trap voegen. Althans, dat gaat Aline doen. En ja, we gaan natuurlijk de muren schilderen. En ook daar beginnen met de vloer. We gaan daar nog egaliseren. We moeten daar ook tegelen, we moeten daar nog schilderen. Nou ja, we moeten daar nog van alles doen. Dus deze kamer kunnen we weer bijna afvinken. En dan kunnen we ook weer boven gaan slapen. En dan kunnen we het bed weer overhuizen van de woonkamer terug naar boven. En het laatste beetje klaarmaken. Kunnen de honden weer rustig slapen, wij kunnen weer rustig slapen. En dan is dat project afgerond. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Vond je hem leuk? Doe dan natuurlijk het befaamde duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Druk ook even op het belletje voor en notificeer. Dan hoef je geen aflevering meer van ons te missen. En dan zeg ik voor deze keer bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.